Wilke Alberti, 1987 en Samen zijn. En van de ene grote Nederlandse artiest gaan we naar de andere grote Nederlandse artiest. Heb ik aan de telefoon Jan Keizer? Goedemorgen. Goedemorgen Jan, je spreekt met Corné Schoenmaker. Je bent live op de radio in Midden-Brabant. Ik zei net tegen de mensen, we hebben contact met Volendam, klopt dat? Ja, dat klopt absoluut. Ja, je hoort wel eens artiesten die dan ineens in België gaan wonen of zo. Maar jij bent Nou, Volendammers die kunnen nooit van het dorp uit, hè? Oh ja? Niet weg, die blijven altijd, die komen, en soms gaan ze emigreren, maar komen ze dan toch altijd weer terug. Oké. Ja, jij hebt, als ik me goed heb laten informeren, de respectabele leeftijd van, mag ik trouwens Jan zeggen, mag ik jij zeggen? Ja, absoluut. Eigenlijk is het meneer Keizer voor mij natuurlijk, hè, maar goed. Wat wou ik nou vragen? Nou ben ik het weer eventjes kwijt. Je had het over mijn leeftijd. Ja, sorry, had ik niet moeten doen. Raak ik zelf van in de war, denk ik, ja. Geen probleem, hoor. Jullie hebben destijds de Paling Sound geïntroduceerd. Klopt, hè? Nou ja, of wij het nou precies geweest zijn, je had natuurlijk ook al de Cats in Volendam. Ja. En dat zijn waar. Toen werd er gezegd dat het Paling Sound was. Dat is ooit geroepen door Joost en Draaier. Bij Veronica in heel ver verleden. Ja. En het is een eigen leventje gaan leiden. En wij vonden het hartstikke leuk eigenlijk dat de muziek uit Volendam zo genoemd werd. Ja, ik vind het leuk om even terug te kijken, want je hebt natuurlijk een respectabele carrière achter de rug. Ik ben ook heel benieuwd wat je nou doet trouwens, maar als we heel eventjes terugkijken. Jij bent bij BZN gekomen in 1974, hè? Ik ben in 1971 bij BZN gekomen. Oké. Okay. Wacht even, 76, 18 oktober. Ja, maar dat was ook het jaar van Mon Amour, hè? Nee, Mon Amour is 76, ben ik in de war. Dan ben ik toch. 69 ben ik erin gekomen. Oh, ja. Dan heb je ook nog een stukje van de hardrockperiode meegemaakt van BZN. Absoluut. Nee, ik heb 5 jaar gedrumd, hè, ook. Ja. Dus 69, ik ben in de war, ja. Ja, nee, ik snap hem. In 69 ben je als drummer begonnen en in 74 de ommezwaai gemaakt als frontzanger, zeg maar. Ja, dat is zo, ja. Ja. Hebben jullie van begin af aan met z'n tweeën gezongen? Want Annie Schilder was natuurlijk jouw rechterhand, zeg maar. Of jij was de rechterhand van Annie Schilder, dat weet ik niet. Ja, nou kijk, we zijn natuurlijk, in het begin was het hard rock, het was zonder zangeres. En na 10 jaar kwam eigenlijk precies, want de band is in 66 begonnen, kwam Annie erbij. Dat was ook omdat die hard rock muziek, die werd niet meer zo gewaardeerd door het publiek op dat moment. Mm-hmm. Er kwam meer melodieuzere muziek als Nights in White Saddle, ja, van de Moody Blues en dat soort dingen. Dat was meer melodieus en meer met orkest en dat soort dingen meer. En ja, om dan van een hard rock band over te stappen naar een meer melodieuze muzieksoort, dat is bijna niet mogelijk. Maar doordat we ook een wisseling hadden gehad, ik ben zanger geworden en ik hield meer van de melodie. En die vorige zanger was meer een Mick Jagger-achtige zanger. Mm-hmm. En toen hadden we de grote mazzel tot het eerste, de beste liedje wat we toen opnamen in die sfeer, dat Mon Amour was en dat iedereen in Nederland meteen wist wat we waren. Ja, onvoorstelbaar toch? In één keer op nummer 1, hè? Ja. Er staat zelfs ergens dat sommige van jullie die zaten kennelijk nog op school of die gaven les of ik weet niet precies. Maar die gaven les toch, ja. En die renden de klas uit omdat het nummer op 1 stond en die zijn ook nooit meer teruggezien op diezelfde school. Nee, dat klopt. Ja, dat is zo. Ja. Voor de een of andere dag waren we beroemd. Wat ik me goed kan herinneren, omdat jullie uit Moergestel komen. Ja. Wij willen dus van de een of andere dag. We moesten veel optreden. Daarvoor was het vrij rustig eigenlijk. Dan was het echt alleen maar in het weekend. Maar toen we bekend werden en in heel Nederland bekend werden, hadden wij het idee geopperd om in Oosterwijk, vlak naast jullie, op een camping te gaan zitten. De Reebok, volgens mij op dit moment is hij niet meer, maar dat was toen echt een beetje natuurcamping. Ja. Daar stonden wij met de band en van daaruit vertrokken wij naar Nederland om op te treden. En onze vrouwen en onze kinderen zaten op de Reebok. En die waren daar aan het badminton spelen met een net tussen de bomen. En we hebben daar gewoon een geweldige tijd gehad. Ja, jullie hebben dus inderdaad gebivakkeerd op camping de Reebok in Oosterwijk. Ja. En van daaruit gingen jullie gewoon optreden. Dat traden we op. En ik heb van de week nog een keer, belde iemand mij op uit Mariahout. Mm-hmm. En daar hebben we ooit in een openlucht optreden gedaan. En ik kan me nog herinneren, we hebben dat een aantal keren gedaan. Het was een prachtige mooie openlucht
situatie. Met een tribunes omhoog. En een watertje ertussen en dan kwam het podium. En we hebben daar een aantal keren geweldig op, mooie optredens gehad. In zo'n avondsfeer is dat prachtig. Maar toen één keer is het zo geweest dat wij vanaf de camping wegreden. We kwamen daar aan. En toen verging de wereld. Het viel met bakkenregen naar beneden. En het werd echt gevaarlijk. Want je hebt natuurlijk ook met stroom en andere dingen te maken. En toen moesten we het aflasten. We reden terug naar de camping. En dat was hemelsbreed, misschien 40 kilometer of zo. Ja, en toen... Toen konden we... Toen konden onze vrouwen ons niet geloven. Want ze zeggen, ja, we zijn weggegaan omdat het regende. Maar daar was alles gewoon kurk en kurk droog. En er was helemaal geen regen geweest. Ja, maar dat heb je met die lokale buitjes, hè. En het is inderdaad natuurlijk in de open lucht altijd een verrassing hoe het gaat. Nou had ik in mijn herinnering, maar ik heb natuurlijk vanmorgen eventjes op internet gekeken. Daar herinner ik me helemaal fout. Maar ik dacht dat jullie heel veel in het Frans gezongen hadden. Mon Amour was natuurlijk deel in het Frans. Maar heel veel hits toch ook wel in het Nederlands en in het Engels. Heb jij iets met de Franse taal? Ja, kijk, mijn oom was leraar Frans. Ik vond het gek genoeg op school altijd geweldig om de Franse taal te doen. Ik heb mij er verder ook in gespecialiseerd. En ja, ik vind Frans een prachtige taal. En ik heb er heel veel in gezongen. Ook niet alleen liedjes die ik zelf geschreven had. Maar ook van Gilbert Bécaud, van Enrico Macias, van Aznavour, van noem maar op. Ja, het kan tegenwoordig bijna niet meer. Hè? Je hoort, er is bijna geen Franstalige muziek. Ja, is er wel, maar in Nederland. Nou, je hoort tegenwoordig helemaal niet meer. Ik blijf even af van welke soort muziek jullie draaien. Alles. Maar je hoort op de nationale radio hoor je alleen maar rap en hip-hop en meer muziek gebaseerd op ritme en niet meer op melodie. Ja. En ja, ik heb gelukkig die mooie tijd meegemaakt van melodie, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja. Dan hoor ik nu ook mensen die jonger zijn denken, oh, dat is weer zo'n oude man die houdt alleen maar van die sportmuziek. Nou ja, kijk, smaken verschillen en wij proberen heel breed te draaien. Wij draaien van alles, maar inderdaad, smaken verschillen, ja. Maar het Franstalige lied is inderdaad, heeft een toegang. Ja, dat hoor je niet meer. Dat hoor je niet meer, nee. Ja, je hebt ook ooit Ça va pas changer le monde gezongen, hè? Dat is ook een cover, denk ik, hè? Ja, cover, ja. Ja, dat is toch een prachtig nummer. Ja, prachtig. Dat kun je niet in het Nederlands of in het Engels vertalen, dan blijft er niks van over, denk ik. Nou ja, waarbij de grote is dat meisjes van 16 gewoon. Ja. Ja, dat was ook een Frans liedje. Nou, er zijn er zoveel. Ja, klaar, dat kan wel. Oké. Okay. Ja, dat kan wel. Ja. Ja. Jij hebt, ik heb ook ergens gehoord, want op een gegeven moment is Annie Schilder gestopt, mee met Carola Smit verder gegaan. Als twee liedzangers van BZN, laten we toch even over de BZN-periode praten. En jij hebt ooit eens een keer gezegd, verbeter me als ik het verkeerd zeg, van ik snap niet dat Carola met zo'n mafkees op het podium wil staan. Wat deed jij dan allemaal op het podium? Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit een optreden van jullie gezien. Maar jij deed daar gekke dingen dan, of niet? Nou ja. Ik vond altijd dat je, als je alleen maar achter zo'n microfoon staat of in de hand zingt, ja, je moet proberen aan avondvullend het programma, wat vaak traden wij, dat hebben de laatste 30 jaar denk ik in theater opgetreden, dan moet je de mensen vermaken. En ik deed ook wel eens typetjes. Ik deed bijvoorbeeld de zus van Tom Jones. Dan had ik hakkerschoenen aan met een jurk. En de meest kolderieke dingen, de mensen lagen helemaal in een deuk, want die kon echt zo lopen tot met die hakken helemaal mis van mijn voeten. En dus ze lagen in een deuk van het lachen. Ja, dat geloof ik. En het was in het theater is dat geschikt om te doen. En ja, ik zie nu geen popgroep dat meer doen. Nee. In die tijd deden wij dat wel. En het was ontzettend leuk. In elk jaar zaten die vaste fans te wachten. Wat zou ik dit jaar weer gaan doen? Ja, dat soort gekke dingen deed ik wel, ja. Ja, dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Ja. Meteen een bruggetje dan. Wat doe je tegenwoordig? Je bent 71, je had al lang met pensioen gekund. Maar wat doe je tegenwoordig? Nou, ik ben dus gestopt met BSN. Mm-hmm. En dus gestopt met Annie. Ik schrijf liedjes. Ik ben heel productief nog met liedjes schrijven. Voor Ancora bijvoorbeeld. Dat is een band die vissers liedjes zingt. Of vissers. Het gaat over de zee. Mm-hmm. Het gaat over de VOC. Of het gaat over wat dan ook. Maar als het maar met water te maken heeft. Ja. En dat is hun stijl. Maar ik schrijf ook liedjes voor Peter Beens.
voor Frans Bauer, voor noem maar op. Daar heb ik allemaal liedjes voor geschreven. Ja, en voornamelijk als ze schrijven. Oh, je hebt trouwens, we hebben vorig jaar met Kerstmis nog kunnen zien, hè, een groot afscheidsconcert gedaan, hè, samen met Annie. Ja. En dat was met Kerstmis. Vanuit Utrecht, ja. Ja. Nou ja, dat was het dan. Hè. Ik heb natuurlijk een prachtige carrière achter de rug. En ik kan met heel veel plezier terugkijken naar datgene wat we gedaan hebben. Ja, ja, ja. En, maar het houdt een keer op, hè. Ik ben echt ook met deze coronatijd echt precies op tijd gestopt. Het lijkt bijna of ik ben gestopt en toen kreeg ik het. Ja. Dus ik zit nu thuis, maar al die anderen, mijn collega's, zitten ook allemaal thuis. Want ik zie dat nog niet 1, 2, 3 gebeuren tot ze weer in een zaal met mensen gaan optreden. Nee. Nee, dat is natuurlijk een probleem. Liedjes schrijven, ja, kun je natuurlijk inderdaad thuis. Zit je ook echt in quarantaine helemaal opgesloten? Nou, kijk, ik kan natuurlijk af en toe ga ik met mijn vrouw even fietsen. Maar het is niet zo. Mijn kleinkinderen komen niet bij me thuis. Nee. Die zie ik wel natuurlijk. En dan staan ze even buiten en dan praten we even. En dan doe ik niet knuffelen. En 1,5 meter. Ja, ja, het is niet anders. Ja, je kunt, ik heb natuurlijk helemaal te doen met onze oudere mensen die echt in de tehuizen zitten en dat soort dingen meer. Nou, dat vind ik echt vreselijk. Daar mogen niemand mag daarbij. En die mensen zijn al zo eenzaam en dan is het dat is echt een groot probleem. Ja, en dan wordt het super eenzaam. En dan denk je, het went wel, maar een paar weken, maar het went niet, hè? Wat zeg je? Je zou denken, het went wel na een paar weken, maar dat went natuurlijk niet. De eenzaamheid went. Nee, het is hoe langer het duurt, hoe vervelender het wordt eigenlijk. Ja. Helemaal kan ik me dat voorstellen bij de oudere mensen. Dus dat, ik hoop voor die mensen dat het dat ze een vaccin vinden. Want dat is de oplossing, denk ik toch. Ja, op het moment dat er geneesmiddelen zijn, dan is het gevaar in ieder geval minder groot. En dan kunnen we de maatregelen ook weer wat laten vieren, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Dat zal nog even duren. Ja. Jan, ik vond het erg leuk om jou te spreken voor MTV Radio. Ik denk dat wij, want we hebben een vaste luisterschare ook hier in het zorgcentrum. En dat we die ook een plezier doen om jou een keer aan het woord te laten. En om jou een keer, het een keer van een andere kant te bekijken. Wij hebben gekozen om te draaien een nummertje van BZN. Dat klopte, Marcel. Een nummertje Omi Omai. Ja, precies. Ja. Ik moet eventjes checken met de technicus. Wij gaan draaien Omi Omai van BZN uit 1979. Heb jij nog een bepaalde herinnering of een bepaald gevoel bij dat nummer? Nou, ik weet nog waar we die opnames gemaakt hadden. Want ik zie dan ook meteen de beelden. En bij Thomas Tol thuis had ik bij de piano dat liedje gefilmd voor tv. Ja. En dat was gewoon een heel vrolijk liedje eigenlijk. Ja. Het is niet een van mijn favorieten, maar dat hoeft ook niet. Wellicht is het... Is het een favoriet van de mensen bij jullie. Ja. En daar gaat het om. Ja. Oké. Okay. Als we jou nog eens een keer spreken, dan spreken we van tevoren af wat we draaien. Ja, maar deze is ook... Nee wel. Hoor, dat maakt me helemaal niet uit. Ik vind het prima. ik vind het trouwens wel heel leuk dat we met elkaar gesproken hebben, had ik al gezegd. Maar ik vind het wel heel leuk hoe levendig dat jij die tijd nog kan herinneren in de jaren 70, 80. En al, het lijkt wel alsof je het herbeleeft als ik jou het hoor vertellen. Ja, maar dat zijn ook dingen die echt blijven hangen, weet je wel. Dat zijn gewoon mooie, mooie momenten. En die herinner je. Want het is vervelend, maar bijvoorbeeld vakanties die je gewoon aan het strand hebt, die ben je allemaal vergeten. Ja. En ik ben één keer in Rusland geweest, waar bij mijn vrouw een hele week met een broek in de keel heeft gelopen. En waar we de Lenin hebben zien liggen opgebaard in Moskou. Ja. Dat zijn dingen die blijven je leven lang bij. Ondanks dat. Maar dat waren wel andere dingen. Dus de echt specifiek leuke dingen. Die herinner je. Ja. Ja. Heel mooi. En zo moeten we het ook, doen, Jan. Bedankt voor jouw bijdrage. Heel veel sterkte de komende periode nog in de coronatijd. Succes met de andere kant van het artiest zijn. Hè? Het schrijven van liedjes in plaats van zingen en brengen. En nogmaals, ik vond het erg leuk dat we jou een keer aan de telefoon hadden. Graag gedaan. En heel veel succes met jullie radio. Dankjewel. Daarna.